Hallo iedereen, vandaag maken we een beeldgrafiek. Dat is een gek woord, hè? Het gaat je wel direct duidelijk worden. We hebben twee dingetjes nodig. Ik heb een print genomen. Jullie moeten dat niet doen natuurlijk. Jullie kunnen naar mijn printje kijken. En een klein blaadje papier, dat heb je wel nodig. Ik neem ook een meetlat en ik neem ook een potlood om mee te kunnen tekenen. Mijn potlood zoeken. Ja. Oké. Okay. Goed. De eerste stap die je gaat doen, is je gaat een soort van lijnen tekenen. Zo onder elkaar. We gaan eigenlijk een soort roostertje maken. Nog eentje erbij doen. En we gaan in de andere richting ook gaan, een beetje zoals een wafel. Zo. Dan heb je zo een mooi vakjeskader. Als het te snel gaat, zet je het filmpje even op pauze en dan kan je daarna verder kijken. Dan ga je hierboven getalletjes schrijven. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als je er maar 7 hebt, is dat ook genoeg hoor. En hier links, hiernaast, gaan we tekeningetjes maken. Ik zie hier paddenstoeltjes staan, dus ik ga hier naast mijn eerste vakje een paddenstoel tekenen. En ik zie ook een bloemetje. Dus ik ga bij mijn tweede vakje een bloemetje tekenen. Ik zie ook een vis. Ik zie een dennenboom. Ik zie een vlinder. En welke gaan we nog nemen? Misschien de eend. Opnieuw, als het iets te snel gaat, dan moet je gewoon eventjes wachten. Zet het eventjes op pauze, het filmpje. Teken even verder en dan kan je terug op de plek doen. Zo. Mijn paddenstoel, bloemetje, vis, dennenboom, een vlinder en een eend. En we gaan nu een beelddiagram maken. Dat is een gek woord. Dat betekent eigenlijk dat we gaan aanduiden hoeveel er zijn. Hoeveel paddenstoeltjes zijn er? En bij elke paddenstoel die je ziet, moet je een kruisje zetten in een vakje. En dan ga je van boven kunnen kijken hoeveel er zijn. We gaan samen eens proberen. We beginnen met onze paddenstoel. Ik zie 1, 2, 3, 4... 5 paddenstoelen. Dat betekent dat je 1, 2, 3, 4, 5 paddenstoelen gaat moeten tekenen. 5 kruisjes. Gezien? Oké, we gaan naar de bloem. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5. 6 bloemen.
2, 3, 4, 5, 6. Oké, jullie krijgen van mij even tijd om hetzelfde te doen met de vis, de dennenboom, de vlinder en de eend. We gaan eens kijken naar de vis. Hoeveel vissen zie je staan? 1, 2, 3, 4 vissen. Dan moet je dus 1, 2, 3, 4 kruisjes tekenen. Dan zie je ook dat je het kruisje bij de 4 als laatste hebt gezet. Hoeveel dennenboompjes waren er? Dat zijn er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Onze vlindertjes. 1, 2, 3, 4. En onze eenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà, ons beelddiagrammetje is klaar. En dan kan je daar nu van alles mee bekijken. Hè? Van wat zijn er bijvoorbeeld het meest... Het meest van de bloem en ook van de eend. En waarvan zijn er het minst van de vis en van de vlinder. Heel goed.